gegroeid, stelletje fantastische beesten. En waar ze te vinden. En welkom bij de finale van Lego Harry Potter, jaren 5 tot en met 7. En daarmee ook de finale van Lego Harry Potter op dit kanaal. Daar mag om gehuild worden, Snape. Dat mag, het is oké. Het is oké. De rare combinatie van Lego en Harry Potter is niet meer. Maar weet je, het is ook wel goed zo. Ik doe dit ondertussen al iets van, ik denk nou, wat moet het zijn? 50 afleveringen. Genoeg is genoeg. Maar laten we niet te hard van stapel lopen. Ik moet de game eerst nog even uitspelen. Een aantal stukjes van Voldemort's ziel zijn nog intact. En dat is redelijk zielig. We gaan er even lekker een eind aan maken, maar dan op de positieve manier. En voor de rest ben ik natuurlijk, net zoals een heleboel Harry Potter fans en haters, afgelopen weekend naar de bioscoop geweest om daar Bohemian Rhapsody te kijken. Fantastic Beasts 2, Crimes of Grindelwald. Zo heet hij in de Nederlandse luisterboeken. Grindelwald. Dus het leek me leuk om in deze video een klein beetje mijn mening te geven over die film. Er zijn er vast een hoop mensen die gewoon de game willen zien en wat feitjes. Komt goed. Er zijn een paar mensen die willen gewoon mijn mening horen over de film. Komt goed. En er zijn een paar mensen die hebben de film nog niet gezien en die hebben zoiets van, Rick, hou je bek. Ik wil de film nog zien. Komt goed. Ik dacht, weet je wat, ik ga wel gaan praten over die film, maar dan ergens een beetje in het einde van deze video. Tegen die tijd geef ik het ruim aan, dus als je geen spoilers wil, kan je een groot deel van deze video kijken en op het einde ga je gewoon even weg. Dat is trouwens ook een dikke tip voor de film. Zet een timer. Die film is waarschijnlijk 2,5 uur lang. Zet een timer voor 2 uur 20 op je mobiel. Als die afgaat, zet hem op speaker sowieso. En zeg gewoon tegen iedereen in de bioscoop, fuck deze shit. Ik ben weg hier. Lang verhaal kort. Ik ben niet zo'n fan van het einde van de film. Maar daar zijn de meningen over verdeeld. Ik vroeg op Twitter, hey, ik ga naar Fantastic Beasts. Hoe vonden jullie hem? En een paar mensen zeiden, wauw, dat einde was echt heel erg kut. En een aantal mensen zeiden, ja, het einde was echt fucking vet. En dit laat maar weer zien dat smaken verschillen. En dat niet iedereen het met elkaar eens is. Ik kan je hier verder ook voor doorverwijzen naar de Pieten-discussie. Wat een fantastische discussie is dat toch weer. Daar meer van alsjeblieft. Snape, wat kan ik voor je doen? Hij wil letterlijk een emmer. Om in te huilen. Harry. Harry. Geef me een emmer voor mijn tranen. Meestal als ik aan het huilen ben en ik wil een emmer, dan komen er andere sappen mijn lichaam uit. Voornamelijk niet uit mijn ogen, maar uit mijn mond. Maar hey, dat ben ik dan weer, Snape. Ik ga dat emmertje voor je halen, schat. Dus eerst even schouwen wat gezellige feitjes. Afgelopen week heb ik geleerd over de geschiedenis van het ijsklontje. Ik vroeg me opeens af, sinds wanneer doen mensen ijsklontjes in hun drinken? Dat is best een interessante vraag. Sinds wanneer doen we dat eigenlijk? Sinds wanneer? What the fuck ben ik aan het doen? Waarom wil je dit ding niet neerzetten? Ah, hebben ze. Sinds wanneer doen mensen ijsklontjes in hun drinken om hun drankjes koud te houden? Ik dacht eigenlijk zoiets van, nou, dat zal wel zijn ongeveer tegelijkertijd met, ja, wanneer we de vriezer uit hadden gevonden. We hebben een vriezer. Hey, we kunnen nu ijsklontjes maken. Best een goed idee. Maar dat is niet waar. Als je erover nadenkt, in principe, ijs bestond al voordat vriezers bestonden. In sommige landen is het best koud. En als water koud wordt, dan wordt het hard en dat is ijs. Ik weet niet, ken je die scène in Frozen? Als je Frozen niet gezien hebt, je kan beter daarheen dan naar de nieuwe Fantastic Beasts. In het begin van Frozen is er een scène waar een heleboel mannen ijs hakken. Gewoon met zagen zo in het ijs. Ze pakken die grote blokken en die gaan op karren weg. Dat is letterlijk hoe het vroeger ging. Er was gewoon een hele industrie van bedrijven die ijs verkochten. Want je hebt landen waar het warmer is. En in warme landen is het minder koud dan in koude landen. En daarom is er daar minder ijs. Dus er waren echt bedrijven in Brittannië die gewoon ijs helemaal verscheepten naar fucking India. Vond ik best wel vet. Best wel vet dat dat gewoon een industrie was. En op een gegeven moment hadden we gewoon de vriezer. En is die hele industrie gewoon verdwenen als sneeuw voor de zon. Dus ja, zo meteen daar meer over. Eerst even eens kijken naar deze huilenbalk. Ron wil hem in elkaar slaan, maar Hermeline heeft een ui of een knoflook, denk ik. En dan nog een klein beetje marteling, maar natuurlijk. Snape heeft niet het makkelijkste leven, dat is het belangrijkste, denk ik. Maar we hebben zijn herinnering.
Nou ja, hoofd Voldemort zegt nu van, hé jongens, niet Swijnstein aanvallen. Ik vind dat namelijk tamelijk niet cool van jullie. Daar zit wat in. Als het goed is krijgen we nu trouwens het allerlaatste level van de game. Het laatste deel van de slag om Swijnstein. Ik zit alleen te denken, misschien sneuvelt er een filmpje in het proces. Het ding is, ik heb gisteren deze video al opgenomen, maar het gamegeluid stond keihard. Als in, ik was bijna niet te verstaan. Ik denk, dit is niet een toffe finale voor deze game. Dus gelukkig kan je in deze game gewoon alle missies los van elkaar opnieuw spelen. Maar ik heb het gevoel alsof tussen deze twee missies in nog een filmpje zat, dat nu gewoon compleet mist. Als dat het geval is, knip ik hem er even los in. Dan reageer ik ergens anders op YouTube even los op dat filmpje. Moet er wel in zitten, verdomme. We kunnen even kijken. Misschien als we nu via verhaal opnieuw spelen, zo weer naar binnen rollen. Ik had gewoon gehoopt dat je vanaf een bepaald punt gewoon het hele verhaal verder kan spelen. Maar je moet nu echt per level helemaal naar de lekkere ketel toe. Gelukkig is het laatste level, dus het scheelt niet heel veel gezeik, pretty much. Ja, precies. Harry komt nu meteen het bos binnen. Oké, ik ga dit heel raar in elkaar knippen. Ik weet niet of je het verschil ziet, maar ik kijk momenteel naar het filmpje in een YouTube-video. Het is even de makkelijkste manier. Dit deel wil je toch even in de video hebben. Het is best wel een heel belangrijk stuk van, hey, Harry komt erachter dat hij een gruzielement is en ja, daarom ook soort van wel ja, dood moet en zo. En natuurlijk het dramatische liefdesverhaal van Snape. Gast, stilt me wijfie, dus ben ik de rest van mijn leven heel boos op hem. Snap ik wel, Snape. Snap ik wel. Harry's moeder is best leuk, geloof ik. En dood ook wel. Zal balen. Bedoel, dit is echt niet te begrijpen. Wat probeert Lego hier te vertellen als je nog nooit Harry Potter hebt gezien? Dit is echt van, hè? Voldemort, praat. Harry's moeder vermoorden. Of is dat al gebeurd hier? We maken Perkamentus dood, want hij is vervloekt door de ring en... Het slaat allemaal helemaal nergens op, je. En toen wist Harry dat hij een stukje van Voldemort's ziel in zich had. En daarom kan hij met slangen praten. Kut, we moeten gaan naar het bos. En we zijn weer terug. Wat? Nagini. Ja jongens, slecht nieuws. Ik moet dood. Later. Oh, balen, Harry gaat dood. Hebben wij weer. Lego steen van wederkeer. Je moet het maar net verzinnen. Ja, Harry's ouders, die zijn dood, dat klopt. Hey, zie je zwart, jij hier? Hallo. Hey, Lupos, sinds wanneer ben jij dood? Huh? Broer, what the fuck, waarom ben je dood? Balen. Ah joh, in principe, als je een beetje egoïstisch bent, dat is oprecht een irritant ding. Stel, je gaat dood. Op een hele jonge leeftijd, maar al je vrienden zijn er niet dood. Met wie moet je dan gaan chillen in de hemel? Niemand? Wow, dat balen. Ik zou echt in de hemel gewoon zitten wachten van, oh man, ik hoop echt dat mijn vrienden iets doms doen en ook doodgaan. Het is best eenzaam hier. Maar de hemel hoort een fantastische plek te zijn, dus het zal wel geen probleem zijn, I guess. Het is... Baby Foetus Voldemort Lego versie. Real shit. Ja, het probleem is, deze hele verhaallijn is eigenlijk best wel complex. Als je dat opeens probeert uit te leggen met Lego, dan klopt er geen ene flikker van. Pretty much. Wat? Kick the baby. Harry, nee. Nee, Hagrid, dit waren gewoon mijn ik ben dood bril. Die heb ik altijd bij me, joh. Normale bril, zonnebril, ik ben dood, maar toch niet bril. Wie kent ze niet?
Dit is zo'n voorspelbaar Lego grapje. A true classic, zou ik haast willen zeggen. Het eiltje erbij. Nope, gaat het niet worden. Dus, dingen. Waar ik het over heb. Oh ja, afgelopen week heb ik echt iets supercools geleerd. Het gaat eigenlijk best wel over de wereld van Harry Potter. In Harry Potter kun je vliegen. Op een bezem. Sommige mensen zijn heel cool, zoals Voldemort. Hij kan gewoon vliegen door de lucht als een soort rookwolk, dude. Nou, nu vraag je je alvast al eeuwen af, kunnen mensen vliegen? Nou, in principe wel. We hebben vliegtuigen. Pretty much. Wat dus echt een ding is mensen kunnen vliegen onder redelijk bijzondere omstandigheden. Het kan op aarde. Als je voor een mens vleugels zou bouwen met een spanbreedte van 7 meter. Oh, dat is nog een dingetje. Oké, dat gaat prima. Dit soort levels zijn gewoon irritant. Je bent aan het puzzelen, maar tegelijkertijd spannen er gewoon heel veel mensen om je heen om je leven gewoon zo zuur mogelijk te maken ongeveer. Even kijken, ik geloof dat deze stuk moet. We hebben hier ergens dan, yes, we hebben ergens een pot nodig om een drankje in te maken. Als we meteen even de ingrediënten fixen, één groot feest. Dus, je zou in principe met een heel groot vleugelpak met 7 meter breed van je linkerhand naar je rechterhand zou je kunnen vliegen. Alleen dat wordt dan ja dusdanig groot dat je je armen waarschijnlijk niet meer kan bewegen. Je hebt dus een hele coole plek ver ver weg in de ruimte genaamd Titan of Titaan. En Titan is een maan van Saturnus geloof ik. Het wordt ook wel Saturnus 6 genoemd. En het hele coole is, de zwaartekracht is daar heel laag. Net zoals een beetje op onze eigen maan. Anders gaat dat lekker, je valt zo lekker langzaam. Maar de lucht is daar ook nog eens heel dik. Normaal gesproken is dat niet netjes om te zeggen, maar de lucht is daar hartstikke dik. Wat inhoudt dat, what the fuck, ga je een spreuk op die kat afvoeren? Wat inhoudt dat de lucht is veel stroperiger. Je kan je veel beter afzetten in de lucht. Misschien heb je wel eens afgevraagd, hey, waarom kunnen vogels niet gewoon naar de maan vliegen, behalve dat er daar geen zuurstof is. En waarom kunnen vliegtuigen niet gewoon de maan? Waarom bouwen we überhaupt nog raketten? Hoe hoger in de lucht je komt, hoe dunner de lucht wordt. En dan kun je eigenlijk gewoon met je vleugel, je moet jezelf wegduwen in de lucht. Dat is hoe natuurkunde werkt, geloof ik. En op een gegeven moment kan dat eigenlijk, fuck. Op een gegeven moment kan dat gewoon niet meer, volgens mij. En dan ja, loop je een klein beetje vast. Welke spreuk moet ik hierop doen? Het is echt heel irritant, dit soort levels. Ik hou er echt alles behalve van. Ah, kijk. Daar zit het spinnetje. Omdat de lucht op Titaan dus twee keer zo dik is, de luchtdruk is eigenlijk twee keer zo hoog en de zwaartekracht is veel lager, zou een mens met een normale wingsuit, gewoon een normaal vleugelpakje en een beetje een hoge snelheid, ik geloof dat je ongeveer net zo snel moet rennen als Usain Bolt, zouden wij kunnen vliegen op die maan. Ik vind dat fucking vet. Wou ik gewoon even heel erg graag met jullie delen. Erg veel enthousiasme hierover. Groot slang! Groot slang! Oh yes, we kunnen eindelijk spelen als mijn favoriete personage. Ron's moeder. Het is wel een van mijn favoriete Harry Potter scènes, sowieso. Normaal gesproken is deze battle in de grote zaal, geloof ik. Maar hey, ik heb niks te zeiken. Misschien is het trouwens wel tijd om te gaan praten over de Crimes of Grindelwald. Dus als je geen zin hebt in die spoilers... Ah, natuurlijk! Molly kan natuurlijk gewoon zo'n wemeldoos openmaken. Is dit het punt om even de film te kijken en terug te komen? Kijk... Ik denk dat een groot deel van mijn problemen met de film zijn sowieso verhaaltechnisch. Het is gewoon een nerdgezeik ding. De film ziet er fantastisch uit. De special effects zijn misschien dan wel beter dan alle vorige Harry Potter films bij elkaar. De muziek is super vet. De casting is super tof. Het ding is meer gewoon qua verhaallijn valt het voor mij persoonlijk gewoon totaal uit elkaar. En ga niet per se disliken, want oh, ik hou van Harry Potter en ik ben het niet met deze jongen eens. Als jij de film wel fantastisch vond, alsjeblieft reageer waarom. Jij bent heel vaar met van de YouTubers die lijstjes maken. Top 10 beste Mario Kart banen. Dat ze echt moeten zeggen, jongens, dit is mijn top 10. Als jij die andere baan beter vindt, dat is prima. We kunnen het gewoon niet met elkaar eens zijn. Oh, kut. We kunnen gewoon een andere mening erop nahouden. Dat mag allemaal gewoon op deze planeet. Dus wat ik een beetje een probleem vind, sowieso na de eerste film hadden ze dus aangekondigd dat er in totaal 5 films zouden komen in de gehele Fantastic Beasts serie. En het probleem is, wat ik voornamelijk deels heb, is het is een prequel. Oftewel, het speelt zich af voor de originele Harry Potter serie. Dus je weet al zoveel dingen. En momenteel in de tweede film, als je hem toen niet gaat kijken of al gezien hebt, een heel groot ding is dat Perkamentus en Grindelwald waren vroeger vrienden. En ze hadden een bloedpact gesloten. Ze hadden gewoon gezegd, hey gast, zullen wij een deal sluiten, een bloeddeal, dat wij nooit tegen elkaar zullen vechten. Dat is een rare deal voor een beste vriend.
Dan heb je toch alweer op een bepaald niveau weinig vertrouwen in de vriendschap. Dat je helemaal af moet spreken, laten we niet gaan vechten. Dat is gewoon plot heel toevallig. Laten we afspreken dat we nooit gaan vechten. Op een gegeven moment zeggen mensen van, yo, die Grindelwald, best wel een gevaarlijke dief, Perkamentus. Jij bent best wel een goede tovenaar. Zou jij hem anders even kunnen tegenhouden? Maar dan zegt Perkamentus, nee, sorry, kan niet. Ik heb een deal gemaakt dat ik niet met hem zou vechten. Zo van, we weten al wat er in de vijfde film gaat gebeuren. Perkamentus vecht met Grindelwald. Dat is het hele ding. Dat is precies wat er bekend is over, zeg maar, van tevoren. Voordat Crimes of Grindelwald en de hele Fantastic Beasts serie begon. Het enige wat we wisten is dat Perkamentus is deels bekend omdat hij ooit de grote tovenaar Grindelwald heeft verslagen. Dat is het hele ding waarom Perkamentus zo gigantisch beroemd is in de tovergemeenschap. Dus je weet eigenlijk al, iedere film is er niet dat stukje spanning van, oh, gaat Perkamentus deze film dood? Sowieso, hij gaat al dood in veel later in het Harry Potter universum. Maar voor Grindelwald ook. Je weet al, die Grindelwald, gaan hem arresteren in de tweede film. Je weet al, lukt niet. Want hij zit nog in film 5 en dan pas kan hij dood. Hetzelfde geldt voor Newt Scamander, dus de Fantastic Beasts. Het zou heel raar zijn als Newt opeens in film 3 doodgaat. Dus eigenlijk je drie belangrijkste personages zijn automatisch al veilig in iedere situatie ooit. Wat voor mij gewoon een heel groot deel van de spanning wegneemt. Er gaan wel eens wat personages dood hier en daar, maar al die extra personages die ze toevoegen, eerlijk gezegd, boeit het me allemaal niet zo heel veel. Sowieso in deze film, wat ik voor deze film specifiek niet zo goed vond, is voor mijn gevoel lopen er heel veel verhaallijnen door elkaar heen. Je hebt dus Nagini. Ja, opeens staat J.K. Rowling, Nagini, de slang van Voldemort, was eerst een mens. Ik denk, kijk, dit is interessant. Ik zit die film te kijken, op een gegeven moment zie je die vrouw, een hele mooie vrouw, en die wordt dan later een slang. Ik ben meteen benieuwd, we gaan vast leren hoe die persoon een slang is geworden. Maar wat blijkt, ze is gewoon vervloekt. En die vloek zegt gewoon, op een gegeven moment verander je automatisch in een slang en je kan er niks aan doen. Zo van, oh, die verhaallijn is dus ook al gespoild. Ik weet ook al wat daar gaat gebeuren. Ze verandert gewoon vanzelf een keer door die vloek in een slang. Oké, top. Maar er lopen zoveel verhaallijnen kriskras door elkaar in die film. Dan zijn ze weer in Parijs. Dan zijn ze weer op Zwijnstein. Dan zijn ze weer in Parijs. Iedereen is elkaar de hele tijd aan het zoeken. Echt heel irritant. Ik denk, jongens, alsjeblieft, koop een telefoon. Van, oh, kut. Waar is Newt? Waar is Newt? Bel hem. Ik snap dat jullie kunnen toveren en dat dreuzels kut zijn, maar mobiele telefoons zouden jullie, voor mij bestonden die dingen toen nog niet heel erg. Maar ja, portafoons. Dit is een beetje rond de tijden van de Tweede Wereldoorlog en shit. Je had toen de tijd echt wel een manier om andere mensen te berichten. Ze zijn elkaar de hele tijd aan het zoeken. Iedereen is elkaar kwijt. En het probleem is ook, de beasts integreren niet lekker met de film. Dus af en toe is het gewoon opeens, er is een avontuur en opeens is Newt eventjes, oh, even een stuk zeebier aaien. En dan gaat de film weer verder. Het voelt heel geforceerd. Je hebt die hele Perkamentus verhaallijn en de Grindelwald verhaallijn. En Newt is er gewoon ook. En die proberen ze dan een beetje raar in elkaar te borduren. De beasts voegen eigenlijk helemaal niks toe in deze film. Je kan alle beasten gewoon uithalen. En dan blijft er nog redelijk veel over. Je kan sowieso alle troep uit deze film halen. En dan gebeurt er vrij weinig. De openingsscène is heel vet. De eindscène waar Grindelwald een epische speech geeft in een cirkel van vuur. Die is heel vet. Maar ook daar was het weer, er was een opbouw van spanning. En weg, want hij geeft dus een hele grote speech voor allemaal mensen die dreuzels haten. En op een gegeven moment zegt hij, oké, allemaal, teleporteer weg. Maar die Jacob uit de eerste film, die staat er ook tussen. En die kan niet teleporteren, want hij is een dreuzel. Dus ik denk, op een gegeven moment die gigantische zaal met Grindelwald in het midden. Iedereen teleporteert weg, behalve Jacob, helemaal in zijn eentje. Dat zou zo vet zijn, maar nee, iemand pakt hem gewoon vast en teleporteert samen gewoon weg. Ja, oké, dat kan ook. Hé, dat is mijn bril. Ik vond het gewoon heel erg een gemiste kans om er echt wat vets van te maken. Het is tijd voor de big ass battle. De battle royale. Oké, even kijken. Hier is Tante Grote Slang. Het is Nagini. Het is het meisje uit de Fantastic Beasts 2. En voor de rest, een hele belangrijke storyline überhaupt in de Fantastic Beasts wereld is die van de Obscurials. En eerlijk gezegd vind ik die hele verhaallijn gewoon irritant. De eerste film vond ik best wel leuk. Het idee is dus dat je hebt mensen, beesten eigenlijk, soort van genaamd Obscurials. Dat houdt in dat als je een magier bent, maar je weet niet van je magische krachten, dan vind je lichaam dat niet leuk. Op een gegeven moment ben je gewoon letterlijk aan het vechten. Intern, van oh, je wilt niet toveren, maar je lichaam heeft iets van hocus pocus, iedereen kan toveren, ik wil wel toveren. En dat leidt dus tot een soort van conflict, waardoor je dus eigenlijk een soort kwade kracht in je krijgt, die in één keer kan ontploffen en blablabla. Op die manier krijg je dus hele sterke tovenaars, is een beetje het idee. En er is dus één jongen en zijn adoptiemoeder, die
Die was heel erg anti-magie. Die was zelfs het hoofd van de anti-magiehaters. En ja, haar kind is het niet. Haar pleegzoon is dus een magier. Dus hij is ook zo'n Obscurial en hij is superkrachtig. En een heel groot deel van de hele verhaallijn momenteel gaat dus over hoe Grindelwald vrienden wordt met die Obscurial. En hem gebruikt voor zijn kwade doeleinden. Het probleem is, ik vind het gewoon een beetje lame. Want hij is gewoon, hij kan er zo weinig aan doen. Hij weet gewoon niet beter. Hij heeft gewoon geen vrienden, geen familie, niemand die van hem houdt. En dan komt in één keer deze boze man die zegt, hallo, wil je vrienden zijn? Hij zegt, oké, is goed. Ik had juist liever gewoon gezien, Ik had liever gewoon gezien dat Grindelwald gewoon een super epische dude is. Gewoon een super sterke tovenaar. En niet een of andere Obscurial nodig heeft om zijn pannetjes te halen, weet je. Dat is gewoon een beetje raar. Ik word echt gewoon aan beide kanten vernederd door Dementors. Stop. Stop, jongens. Ik probeer van spreuk te wisselen. Rustig. Oh, die slang. Oké, maak hem wel gewoon af. Yes. Oké, even kijken. Wat gebeurt er allemaal? Oh, man. Echt dramatisch, dit. Ik probeer ook gewoon een verhaal te vertellen hier, jongens. Oké, dan moet je nu fucking kopie eraf hakken. Ja! Eindelijk. Klaar met Nagini. Ik vind persoonlijk de hele Obscurial verhaallijn gewoon niet heel interessant eigenlijk. Het is tijd. Het is tijd voor het grote jongensgevecht. Kijk, grote jongens. Ik geloof dat Harry hier letterlijk 17 is. Ik had niet zo heel veel bereikt toen ik 17 was. In ieder geval niet de heer van het duister verslaan. Relic in de kwijkend Harry. Die mag je in je zak steken. Het is jammer dat voor een finale scène is dit zo simpel. Dan spawnen gewoon telkens motherfuckers. Dan komt Voldemort gewoon weer. En moet je met hem vechten. Dan spawnen weer op motherfuckers. En dan komt Voldemort weer. Ik wil nog één ding zeggen over Fantastic Beasts. En dat is het einde. Aan het einde van de film blijkt dus dat die Obscurial, hij weet niet wie zijn familie is. En Grindelwald belooft hem, ik laat jou zien wie jouw familie is. En je weet al, dit wordt een epische plot twist. Hij is familie van een karakter. Ik zat echt te denken, op een gegeven moment dacht ik echt, hij is de zoon van Grindelwald. Dat leek me een redelijk acceptabele theorie. En toen opeens dacht ik, nee, hij is sowieso de zoon van Newt. Want Newt die wil hem eerst gewoon redden en zorgen dat hij niet in kwade handen valt. Maar nu opeens ziet hij, oké, het wordt wel heel gevaarlijk. Misschien moet ik hem toch maar vermoorden. Dus om dan toch het extra morele dilemma te maken, is het opeens de verloren broer van Newt, weet je wel? Dus ik denk, nou, het is waarschijnlijk de zoon, de broer van Newt, of de broer van, of de zoon van Grindelwald, of de broer van Grindelwald, I don't care. Een van de personages, familie. En toen bleek, haha, je bent eigenlijk de verloren broer van Albus Perkamentus. Zo van, hoe, hè? Huh? Hè? Het voelde echt alsof ze gewoon zo uit een hoge hoed zo, tada, open, Albus Perkamentus. Nou, vooruit dan maar. Het is echt cool trouwens. Ik vond het echt nergens op slaan. Het is echt gewoon, oh kut, onze verhaallijn. Laten we gewoon denkbeeldige familieleden verzinnen. Om het verhaal nog maar een beetje interessanter te maken. Ik weiger te geloven dat J.K. Rowling, toen ze het eerste Harry Potter boek schreef, al bedacht, oh ja, Perkamentus heeft nog een familielid. En die is ook een Obscurial. Perkamentus' zus was ook een Obscurial. Zijn zusje. Dus ja, in principe heeft Perkamentus redelijk een goede familie. Hij heeft twee broers en een zus. En daarvan, eigenlijk ja, twee derde daarvan zijn Obscurials. Kwade stukken kracht. Ja, dat is wel redelijk lijp eigenlijk. Waarom doe je dat? Oh, hebben we de 1 miljoen noppen? Nee! Verschrikkelijk. Het enige wat ik nu graag nog wil om de serie toch ja, soort van een klein beetje netjes af te ronden, is de aftiteling. Hebben die toevallig ergens? Kan ik gewoon nog boven eventjes los naar de credits kijken? We hebben in ieder geval die motherfucker verslagen. We hebben de game uitgespeeld. Beetje jammer dat het dus in een heropname moet. Ik heb ook zoveel tijd hierin gestopt in deze specifieke video. Omdat ik dus heel vaak, ik begin halverwege dat liedje. Of het liedje halverwege de missie. Dus iedere keer, oh dat is niet goed. Dus ik moet iedere keer zeg maar weer de missie opnieuw spelen als de opname opnieuw begint. Wat heel vaak is. En mevrouw Vaals, oeh. En ja, ik heb de video dus echt daadwerkelijk meerdere keren opnieuw opgenomen. Het was verschrikkelijk. Mijn leven is geen feest. Doe je niks aan. Ik sta even te kijken of ik ergens de aftiteling kan regelen. Misschien hier? Er is ergens iets van een plek. Nee, dat is de komische bril. Die wil ik wel, ja. Mag ik van jou in de categorie brillen? Fuck. Mag ik van jou in de categorie brillen? De komische bril. Gevorderde handleiding. Sure. Vermomming. Sure. Dit had ik echt eerder moeten doen. Dit is die lijpe shit die je kan doen in de game. Dat is fucking leuk. Hoe werkt dat ook alweer? Wil je dan naar extra's? Komische bril aan, sowieso. En dan, kijk eens aan.
Nu is het game in één keer vele malen beter. Harry heeft een gekke plaksnor op. Ook in alle filmpjes. En alle toverstokken zijn nu wortels. Waarom heb ik dit niet veel eerder gedaan? Oh, staat hier toch wel. Credits tonen. Je kan hier blijkbaar wel alle filmpjes kijken, maar op een hele onhandige manier. Yay, hebben we de game uitgespeeld. Dit voelt echt anders. Wel vette muziek. Echt. Ik heb zo knijterhard genoten van Lego. Harry Potter. Het was een ware avontuur en het was een eer dat jij bij me was voor dit avontuur. Dus leuk dat je er was, leuk dat je gekeken hebt. Ik moet even kijken of ik binnenkort ooit nog een keer iets met Lego games wil doen op mijn kanaal. Het ding is, de meeste andere Lego shit heb ik het gevoel alsof mensen het niet heel veel boeit. Ik ben zelf gewoon heel erg fan van Harry Potter. Ik ga ervan uit daardoor ook een beetje mede Potter fans aantrek. En dat dan toch wel de meest interessante Lego game is om te spelen. En hier kijkt in principe al geen hond naar. Dus dat ik het zelf zo leuk vind. Dus ja, ik heb een half afgemaakt aan Lego Indiana Jones. Maar ja, het ding is, sommige mensen zitten haat op waarom ik een serie niet afmaak. Maar vaak is het gewoon omdat of er kijkt geen hond naar. Of meer, het is meer een ending. En er kijkt geen hond naar. En ik heb zoiets van, ik heb geen zin meer om deze game te spelen. Dan is het best een goed idee om er gewoon mee te kappen. Ja, toch als er niemand naar kijkt en je hebt geen zin om het te spelen. Waarom doe je het dan? Ik heb of in ieder geval het of echt tant hoeveel mensen naar kijken. Dan bagger ik er wel doorheen. Of ik vind het zelf gewoon een leuk game om te spelen. Dan boeit het me niet even weinig mensen naar kijken. Het is wel balen, het doet pijn aan mijn hart. Maar ik ga die game gewoon spelen. Ik vind het een leuke game. Als allebei die dingen niet gebeuren, kan je janken wat je wil. Maar ik op deze serie terug. Maar niemand wil dit, behalve jij. En ik wil het zelf ook niet. Misschien kan je beter gewoon zelf de game spelen. Misschien is dat op de lange termijn de ideale oplossing. Ik begin steeds meer te denken van wel in ieder geval. We kunnen deze hele credits afkijken, maar ze zijn best lang, denk ik. Nou, ja, ik weet niet. Hoeveel mensen werken er nou echt mee aan zo'n Lego Harry Potter projectje? Voor mij zijn we al redelijk op het einde, alhoewel, ik weet niet. Waarschijnlijk hebben ze die hele engine al klaar liggen. Dus je bent voornamelijk bezig met de levels bouwen en de simulatie dingetjes van de animatie van de cutscenes. Ik gok dat dat voornamelijk is wat je moet doen. Dus misschien het echt nog wel een groot deel gewoon letterlijk gaat in de cutscenes. En de speciale item piece en de karaktertjes en er zit wat werk in. Ik zou de game zelf niet kunnen maken in een week. Ik kan de game niet eens uitspelen in een week, dus laten we niet te cool gaan doen. TT Games Publishing, Managing Director, Tom Steen. Waarom ook niet Tom, waarom ook niet. Is het af? Of is de muziek gewoon heel misleidend? De achtergrondplaatjes herhalen ook gewoon, dus je weet nooit echt hoe lang dit soort dingen doorgaan. Totdat je in één keer logo's van bedrijven ziet en dat je denkt, ja, Quality Assurance Senior Testers. Dat zijn gewoon mensen die de game getest hebben. Dat zijn niet mensen die er heel hard aan hebben meegewerkt. Of zijn het van die mensen die echt fulltime proberen door muren heen te klippen. Die mensen heb je ook. Dat is leuk. Krijg gewoon betaald om zo raar mogelijk de game te spelen. Kijken waar je tegenaan loopt. Nou, ik heb nog wel eens dat als ik een serie af heb, dat ik de moeite ga doen om alle namen voor te lezen. Het is wel leuk om naar zo'n naam te kijken en te denken, hey, Lee Relton, je hebt meegewerkt aan deze game. Je staat in de credits, daar ben je vast best trots op. Maar ja, je gaat er waarschijnlijk niet vanuit dat iemand de 500ste naam in het lijstje gaat lezen. Ik vind het dan toch stiekem wel leuk om even te zeggen van, hey Lee, er is toch wel iemand die jou eventjes een klein beetje respect geeft voor whatever je voor deze game hebt gedaan. Hanne T. Oh, de gaart. Je kan ook meteen gaan gokken. Wat voor land iedereen komt, op basis van hun naam. Je kan er namelijk van uitgaan dat Louise McTie niet uit Nederland komt. Waarschijnlijk. Jamie O'Brien Moore, dat is waarschijnlijk geen Nederlander. Jennifer George, dat is een hele onfortuinlijke achternaam. George? Ben ik het ook gewoon alsnog aan het doen? Het gaat ook maar door. Rodenhorst. Dat is vast geen Nederlander. Oh, het kan. Er bestaan Nederlanders, geloof het of niet, met Duitse achternamen. Dat is super zielig voor ze. Ze hebben waarschijnlijk ook Duitse familie en shit. Echt fucked up. Wat een lange credits, jeetje. Waarom heb ik dit gedaan? Dit was een vergissing. Ik maak niet vaak vergissingen. But when I do, super lang. Ik heb wel gewoon het gevoel dat ze nu gewoon te herhalen zijn. Gewoon puur om mij te pesten, maar Senior Vice President Business Operations. Ik ben wel benieuwd, wat doen die mensen de hele dag voor deze game? Geen idee. Ja. Please. Ik had het er ook gewoon uit kunnen knippen in principe. Maar ik heb helemaal de moeite gedaan om de credits te vinden. Als je er dan vervolgens weer uitknipt, voelt het ook zo kansloos. Maar wat ik nu doe, voelt ook heel kansloos. Dus
Oeh, special thanks to J.K. Rowling. Waarom dat nou weer? Wat heeft die ooit gedaan voor de Harry Potter serie? Alle muziek nog eventjes gauw vermeld. Allemaal copyright, 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 copyright. Ik kan u niet zeggen dat ik het niet wist. Het staat met koeienletters in beeld. Krijg ik nog zo'n thanks for playing of zo? Helemaal niks. Dat was er ook origineel niet trouwens. Dus dankjewel voor het kijken van deze serie. Hopelijk heb je genoten. En verder een magische, zeer magische rest van je avond. Dankjewel voor het kijken. Doei!